Hoi, uh, je ziet hier uh, links een uh, stelsel vergelijkingen en als je dat ziet dan wil je natuurlijk weten wat de oplossing is. En het kan goed zijn dat je zelf al een uh, methode hebt hoe je dit zou aanpakken. Je zou bijvoorbeeld misschien uh, ervan kunnen maken i 10 min 7x en dat dan substitueren, et cetera. Je hebt misschien een eigen aanpak daarvoor. Maar het doel van dit uh, filmpje is dat ik een algemene aanpak ga geven, een soort algoritme dat altijd werkt. En dat je eventueel ook aan een computer zou kunnen voeren. Maar belangrijker, iets wat ook werkt als je uh, grotere stelsels hebt van vier vergelijkingen met vier onbe onbekende. Dus voor nu lijkt het misschien een beetje omslachtig. Maar in een uh, vervolgvideo hoop ik uit te leggen dat je er uh, bij grotere stelsels ook wat aan hebt. Dan doen we een, een voorbeeld daarvan. Nu is dus dit kleine stelsel. En um, ja, het, het, het principe uh, berust op uh, dat je uh, veelvouden van een vergelijking kan nemen en vergelijkingen van elkaar af kan trekken, bij elkaar kan optellen. En uh, ik ga dus een aantal stappen doorlopen en in elke stap ga ik aangeven wat ik doe. En ik ga daarna ook een wat abstractere notatie introduceren om dat bij te houden allemaal. Nou, we beginnen hier altijd met de bovenste vergelijking. En waar het om te doen is om in deze vergelijking nu eerst de eerste variabele, dat is de x. Een soort van vrij te maken. Er staat nu nog een min 3 voor. En de stap die ik dus ga uh, ondernemen is dat ik deze eerste vergelijking door uh, min 3 ga delen. En dan krijg ik dus een nieuw stelsel. Dan krijg ik uh, x min 3i is uh, min 8. En het oude stelsel neem ik voor de duidelijkheid gewoon nog een keertje over. Uh, dit is uh, 10. Oké, okay, dat is de eerste stap. Uh, de volgende stap is dat ik dan met de bovenste vergelijking ga proberen uh, uit de onderste uh, vergelijking hier de x te elimineren. Oké? Okay? Dat kan ik in dit geval doen door uh, de bovenste vergelijking 7 keer af te trekken van de onderste vergelijking. Dus dat, wat er, dat is wat er hier gaat gebeuren. Ik ga hem hier uh, dus 7 uh, keer afhalen. Nou, dan is de uh, bovenste vergelijking dus niet veranderd. Uh, maar de onderste gaat wat gebeuren. Uh, die 7x gaat helemaal wegvallen. En hier heb ik i min 7 keer uh, min 3i. Dus dan tel ik er al met al 21i bij op. Dus ik hou hier 22i nog over. En ook rechts van het is-teken gebeurt wat. Dus ik moet hier uh, min 8 min 7 keer bij optellen. Dus dat wordt er al met al 56 bij op. Dus dat komt op 66. Oké, okay, dat is mijn nieuwe stelsel. Uh, de volgende stap is dat ik uh, mijn variabele hier onderin uh, vrij maak, oftewel deel door 22. Dus dat ga ik hier doen, gedeeld door uh, 22. De bovenste vergelijking gebeurt niks mee, dus ik schrijf gewoon weer x min 3i is min 8. Maar nu hebben we dan uh, gelukkig onze eerste uh, variabele te pakken, delen door 3. Uh, door 22 geeft me 3, uh, dus i is 3. Dat is uh, al een eerste winst en daar nou zijn we bijna klaar. En uh, je zou normaal gesproken nou, die i is 3 substitueren natuurlijk in die bovenste vergelijking. Maar uh, we gaan de procedure voortzetten zoals het formeel moet. Dat betekent dat ik deze hele vergelijking uh, drie keer bij die bovenste op ga tellen. Want we willen die min 3 uh, kwijt. He, dus ik ga dus uh, nu die daar uh, drie keer bij optellen. Dan hou ik dus van de bovenste alleen nog x over aan de linkerkant van het is-teken. Min 8. Ja, 3 keer 3 er weer op, dan hou ik nog 1 van over. Ja, De i wist wel, i is 3. Dus ik heb nou mijn stelsel opgelost. x is 1, i is 3. Uh, dit was nog vrij veel schrijfwerk, omdat we elke keer uh, de x en de i opnieuw over moesten nemen. De is moet opschrijven en daar is dus een verkorte manier voor verzonnen. En dat gebeurt met behulp van de matrix. Uh, dus ik kan hier opschrijven met min 3 coëfficiënt van de x. 9, uh, de 7. En een 1 voor de i, dan uh, gebruik ik een streep. En uh, dan een 24 en een 10. Ze noemen dit een vergrote matrix of ook een augmented matrix. En uh, elk van de stappen die ik hier links gedaan heb, kan ik nou uh, ja, opschrijven als een uh, aanpassing in die augmented matrix. Dus uh, de eerste stap die maakt hiervan 1, min 3. En 7 uh, en 1. En uh, ik heb dan uh, links van het, uh, rechts van het is teken min 8. En 10. En uh, waarom is deze aanpak dus zo handig? Omdat hier telkens uh, de x en de y niet van positie veranderd worden. Het is niet dat ik een x naar een andere kant van het is-steken heb gebracht. Of dat ik rijen heb verwisseld. De informatie staat hier heel ordelijk. En dat vertaalt zich dus heel ordelijk aan deze kant. Dus uh, wat deden we nu? We deden, de teller in, uh, we deden deze door 7 delen. Nee, dat deden we niet. Wat hebben we hier gedaan? We hebben uh, in de volgende stap... Hebben we de 7x geëlimineerd. Dus we hebben de eerste rij 7 uh, keer van de uh, tweede rij uh, afgetrokken. Nou ja, goed. Ik hoef het niet opnieuw uit te rekenen. Want het, het staat daar uh, rechts Maar het gaat, uh, gaat getalsmatig ook gewoon goed. Ik haal die 1 7 keer vanaf. Dan hou ik nog een 0 over. En ik haal die uh, min 3 uh, ook 7 keer daar vanaf. Dan hou ik 22 over. En dat hetzelfde hier. Dan had ik min 8. En uh, 66. Dus je ziet, de berekeningen zijn hetzelfde. Uh, maar het is hier gewoon minder schrijfwerk. Dus we hadden het ook gewoon meteen aan deze kant kunnen doen. Hè. Hier delen door 22 krijg ik uh, min 3, uh, min 8 nog steeds, en hier 0. Dan hou ik 1 over en 3. Etcetera. Ik kan alle bewerkingen die ik daar deed ook in deze abstracte notatie uh, uitvoeren. De onderste rij 3 keer bij de bovenste rij optellen. En ik hou dan uiteindelijk een eenheidsmatrix hier links over. Dat betekent dat ik klaar ben. En uh, hier rechts natuurlijk dus de antwoorden die ik heb, 1 en 3. Dus uiteindelijk, als je zo'n stelsel wil oplossen, ga je het zo opschrijven. Dat is minstens schrijfwerk, en dat is toch wat we allemaal graag uh, willen, hè? niet te veel uh, schrijven. Dus uh, daar laat ik het bij voor nu. In de vervolgvideo zien we uh, een, uh, deze methode toegepast op een groter stelsel van vergelijkingen. Dus dan zie je nog meer wat het nut van die notatie is.